We hebben zeker 30 jaar gecaravand. Eerst een kip, dat was onze eerste caravan. Toen een hobby, later een vent. Toen we wat meer tijd kregen, toen dachten we steeds verder na over een camper. Zullen we er eerst eentje huren? Nou ja, als je een caravan hebt, dan huur je er ook niet zo gauw eentje. Maar toen gebeurde er in één keer iets heel bijzonders. Op deze camping in Spanje, vlakbij Valencia, ontving ik een e-mail van Actie Free Life. Actie Free Life is het maandblad van de actie en daar is iedereen lid van die in het voor- of in het najaar op vakantie gaat met kamperen. We konden ons inschrijven voor een actie testtour. Een testtour met nieuwe caravans of nieuwe campers. En wat je dan moest doen, dat was een filmpje opsturen van 1 minuut. En die 1 minuut, dat is een hele moeilijke eis, maar het is ons uiteindelijk gelukt. Dit is het resultaat. Hey Tony. Hi. Waar zitten we momenteel? We zitten momenteel een stukje boven Valencia, zeg maar, ter hoogte van Peñíscola. Schitterende stad, prachtige burchten, mooie rotstuinen eromheen. En we hebben het weer getroffen met een hele mooie actiecamping. Aha. Geweldig. Mooi sanitair, goed verzorgd, super vriendelijke mensen. Ja, het bevalt ons uitstekend hier. Muziek op de toiletten? Muziek op de toiletten, inderdaad. Nee, dat zijn allemaal die kleine leuke dingetjes. Mooi. Ja. We zijn momenteel hier met onze Duitse combinatie, Volkswagen Tiguan en een Fendt Bianco. Mooie combinatie, markeert overal wel wat aan. De wet van behoud van ellende noemen we dat. De auto is sterk, maar dorstig. Veel CO2 uitstoot. Wat dat betreft ben ik benieuwd naar de komende generatie kampeermogelijkheden, elektrische auto's. Met tent erin, denk ik weer, of wat anders. Job en ik doen heel graag mee aan de auto- en caravan-test van de actie. Dus, tot in september. En wat schetst onze verbazing? Van de paar honderd inzendingen worden er 12 uitgenodigd in Andels, het hoofdkantoor van actie, voor een speeddate om nog 4 winnaars eruit te kiezen. En wij zijn ook nog een van die 4 en we mogen met de splinternieuwe camper mogen we 2 weken lang op reis. We worden begeleid door een professionele filmploeg van de actie. Het is een fantastisch cadeau. Geweldig. Voor het eerst in een camper, dat is toch wel even wennen hoor. Ik neem een cakeje, Tom. Lekker. Voor het eerst zijn we koffie aan het drinken in de caravan. Eigen gemaakte koffie. Met ons eigen serviesje. Het smaakt voortreffelijk. Zei ik caravan? Ja. Ik bedoel natuurlijk de camper, ik ben er nog helemaal niet aan gewend. Moet nog even groeien. Ja, het is ook te gek van woorden, toch? Ja. We worden enorm in de watten gelegd. Alles is geregeld. De reis, de excursies, de campings. Hier staan we in de buurt van Hattem. Dat was een mooie dag. Geweldig, wat mooi is Hattem. Na 2 weken langs de mooiste steden te zijn gereisd, zitten we in het plaatsje Noijs. De laatste bestemming. En de actie vraagt ons wat we van het camperen hebben gevonden. Camper is in 1 woord uitstekend bevallen. Mooi, van grootte voor ons beiden. Prachtig, luxe interieur. Hele fijne matrassen. Echt iets voor ons, hè? Ja. Ja. We hebben de afgelopen 2 weken veel aan nagedacht over het verkopen van de caravan. En daar een camper voor in te ruilen. Financieel is dat nog wel een probleem. Maar we gaan het ooit doen. Ja. We gaan het ooit doen. Nou, dat klinkt niet echt overtuigend. Maar dan ken je Tony nog niet. We gaan er eentje kopen. En in onze filmpjes, het zijn er ondertussen een stuk of 30, hebben jullie allemaal kunnen meebeleven wat we gedaan hebben. In het volgende schema hebben we nog eventjes op een rijtje gezet hoe wij het verschil tussen het camperen en het caravannen hebben ervaren. Links staat de caravan, rechts staat de camper. En wat natuurlijk het meest opvalt, een camper is duur. Veel duurder dan een caravan. Dat was nog wel een drempel voor ons. Maar we hebben het zo gedaan, we hebben de caravan ingeruild. We hebben de auto hebben we ingeruild. We hebben nog een tweede autootje van Tony ingeruild. Daar is het nog steeds niet mee eens. En we hebben een klein autootje weer teruggekocht. Wat we nog tekort kwamen, hebben we
opgenomen bij de bank, bij de overwaarde van ons huis, want de rente staat erg laag tegenwoordig. Heb je een caravan, dan heb je ook een bijpassende auto nodig. Het moet allemaal goed in balans zijn, die hele combinatie, qua gewicht, maar ook qua trekkracht. Dat heb je bij een camper helemaal geen last van. Maar het is natuurlijk wel zo, je hebt altijd een auto bij je, ook als je op de camping staat. Je neemt dus altijd een fiets mee, of iets vergelijksbaars, dat je in ieder geval boodschappen kunt doen. Je bent niet met de auto, je actieradius wordt wat kleiner, maar ook dichtbij is de wereld heel erg mooi. Rijden met een caravan, daar moet je altijd even aan wennen. Je kunt er aan wennen en op een gegeven moment kun je het lezen als een boek, maar het blijft natuurlijk wel een lange, gescharnierde trein. Een camper daarentegen is gewoon een personenauto, voor de wet althans. Hij is natuurlijk wel wat groter dan een normale personenauto, maar daar wen je heel gauw aan. Je slaat zo alle weggetjes in die je ook met een auto zou doen en je bent dus eigenlijk veel vrijer. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat een vakantie met een caravan ervaar je meer als een kampeervakantie. Terwijl een reis met je camper is meer een vakantiereis. Met de nadruk op reis. Je gaat op reis. Je geniet ook van je reis. Je blijft wat korter op de campings en je gaat hele mooie dingen ga je zien. Dit is natuurlijk voor iedereen is dat heel persoonlijk, maar zo hebben wij het in ieder geval ervaren. Even terug naar vandaag de dag, half februari 2021. De sneeuw is bijna weg. Krokusjes, winteraconietjes, sneeuwklokjes, alles steekt de kop alweer boven de grond uit. En we verheugen ons alweer op onze komende reis. Het duurt niet lang meer.